Je kijkt naar een aflevering van QuickBoys 1-op-1. In deze serie spreek ik met prominente QuickBoysers die een grote rol spelen of hebben gespeeld binnen onze club. Veel kijkplezier! Naast mij zit een man die al meer dan 60 jaar lid is van QuickBoys. Hij bekleedde tal van functies binnen de club. Hij was speler, later jeugdtrainer, hij was penningmeester in de jeugd. Hij was 42 jaar lang lid van de clubredactie, 30 jaar secretaris. Enorme waslijst. Jaap Sip, welkom hier naast mij. Leuk dat je er bent vandaag. 2004 overigens onder benoemd tot erelid. Dat mag ook niet onvermeld blijven. We gaan in deze serie terug de geschiedenis in. En zullen op heel wat plekken terechtkomen. En zeker met iemand die al zo lang binnen de club rondloopt. Jaap, om eigenlijk te beginnen. Helemaal de begintijd bij QuickBoys. Wanneer is het voor jou begonnen? Ik denk begin jaren 50, 53. 53? Want ik woonde in de Jacob van Heemskerklaan. En QuickBoys speelde nog op de Piet Heijnlaan op het veld. Dat is een tijd geleden. Want ze zijn natuurlijk in 1955 hier naar Nieuw-Zuid verhuisd. Mm-hmm. En toen die tijd ging ik al kijken met mijn vader. En het veld lag vlak naast ons huis in feite. Toen zijn ze in 55 verhuisd. Want jij was nog geen lid in 53, toch? Nee, je kon officieel nog geen lid zijn. Maar je had wel pupillenvoetbal een beetje met KRV samen. Maar in 1958, toen ik 12 jaar werd, toen kon je pas officieel lid worden. Waarom was dat? Dat je pas zo later, weet je dat? Ja, dat was gewoon de regel, dat je pas vanaf 12 jaar lid kon worden. Dat je pas kon voetballen. Ja. Maar voor die tijd was je dus al stiekem een beetje met je vader. Wel bezig met, we speelden tegen KRV en Katwijk. Want wat deed jouw vader binnen de club? Kom je uit een Mijn soort voetbalfamilie? Mijn vader deed niks binnen de club. Hij ging wel altijd kijken. Okay. Maar voor de rest had hij geen functie binnen de club. Nee, je bent niet uit een voetbalfamilie dat het heel logisch en vanzelfsprekend was dat jij op voetbal ging? Of? Nee. Maar dat gebeurde dus wel toen je 12 werd lid van de club? Ja. Waarom? Waarom voetbal? Waarom niet een ander sport? Ja, er was alleen maar voetbal voor mij. Er was alleen maar voetbal? En er was alleen maar QuickBoys voor mij. Ja, dat is een makkelijke keus. Want toen QuickBoys wegging, toen kwam Katwijk op die velden voetballen. Maar ik ben toch QuickBoys trouw gebleven aan QuickBoys. Terwijl dat dus niet vanzelfsprekend was dat jij nee. op voetbal zat of iets met QuickBoys had. Dat ze, nee. Behalve dat je vader er dan kwam. Het zat gewoon in mijn in bloed, denk ik. Dat ik nou, hartstikke leuk. En vervolgens op je 12e begon je te voetballen. Ja. Hoe heb jij de jeugd verder doorlopen? Nou ja, toen de tijd aspiranten en junioren. De aspiranten waren van 12 tot 15 jaar. Mm-hmm. En de junioren van 15 tot 18 jaar. Okay. Dat waren twee, nu heb je allerlei leeftijdsgroepen. Ja, dat hoeven we al niet meer. Maar van 12 tot 15. En we speelden heel vaak met het elftal hier op in het park. Wat nu het veldje was, dat het was nieuwe, toen het al een veld 6 geloof ik van dat Pippers. Was toen al een veldje, daar speelden we toen. Omdat hier op Nieuw-Zuid natuurlijk maar 3 velden lagen in het begin. Dus en toen dat heb ik door de aspiranten heen. Ik heb nooit zo, tot de A-junioren ben ik in de A1. Dat was toen de regionale, heb ik wel het hoogste gespeeld. Toen kwam je echt op het hoogste niveau. Dus het was toen kwam ik tot ontplooien. Ja, het was niet logisch. Het was niet zo dat jouw toptalent in de jeugd altijd was of zo. Nee. Ik zat niet in de hoogste, maar bij de junioren. Toen op een gegeven moment... Denk ook door mijn inzet en dat soort dingen meer, dat ik toen in de regionale kwam. Want had je toen voor jezelf ook echt het idee van, nou, eigenlijk wel het eerste halen? Ik wil wel, Ja, natuurlijk. Dat had je allemaal. Ja. Dus voordat je naar de senioren ging. Nou ja, er zijn er tegenwoordig in ieder geval genoeg die in de JO17-6 spelen. Die denken van, nou, waarschijnlijk wordt het hem voor mij niet om in het eerste elftal terecht te komen. Ja. Maar jij had die ambitie wel. Ja. Ja. En toen is dat gelukt? Ja, tot 3 wedstrijden. Kijk. Dus dat is het toppunt. Ja, dan heb je gehaald. Dan heb je gehaald, ja. Maar ik heb ongeveer een stuk of 7-8 jaar in tweede gevoetbald. Okay. Ik was voorstopper en in het eerste elftal stond Arie Hazenhout. Nou ja, die kon ik nooit vervangen natuurlijk, want die was te goed om te passeren. Ja. Dus toen heb ik een jaar of 7-8 in het tweede gevoetbald. Kijk.
En dan die drie wedstrijden het eerste. En drie wedstrijden het eerste. Ja, want welke leeftijd praten we dan een beetje over dat je in de tweede speelde? Nou ja, vanaf mijn 18e tot ongeveer mijn 25, 26e. Oké. Okay. En ben je toen gestopt? Of, nou, toen ben ik toch wel lager gaan voetballen. In die tijd waren ze wel al bij me geweest van bestuur of ik in het bestuur wilde. Toen al? Ja. Ja. Die kwamen bij Wim Schaap, die kwam bij me thuis. Maar dan moest ik stoppen met voetballen. En daar had ik nog geen zin in. Oh. Nee, dat snap ik. Je bent 25, dat midden je voetbalcarrière. Maar toen ben ik op mijn 28e ben ik toch gestopt. In 1974 ben ik in het bestuur gekomen. En toen, ja, op je 28e dus? Vanaf 46. Was je daar de jongste bestuur? Ja, het jongste lid wat erin kwam. Waarom zat dat in jou, dat je daar iets mee had? Of was jij van nature iemand die al meer deed dan alleen spelen, voetballen? Ik denk omdat ze me benaderd hebben, omdat ik allerlei functies deed en allerlei dingen deed voor de vereniging. Want wat deed jij al in de tijd dat je nog speelde? Ik trainde de jeugd, ik trainde ongeselecteerde seniorenjongeren. Nou ja, je zat in de clubbladredactie. Daarnaast hadden we inmiddels officieel de pupillenafdeling opgericht, samen met Dick de Vries hebben we opgericht. Dus ja, dat waren allemaal dingen die erbij kwamen natuurlijk. Dus als begin twintiger deed je al allemaal van die clubjes en dingetjes ernaast. Waarom? Ja. Want dat deed niet iedereen, neem ik aan. Dat is, nee, het ging vanzelf. Op een gegeven moment begon je gewoon steeds meer te doen en je groeide er langzaam in. Je groeide er dan in. Ja. Dat is, tot, ja, niet mijn vrouw was er altijd niet blij mee natuurlijk. Oh. Maar dat is meestal, hè. Ja, die vindt dat dan minder, dat je met zoveel. Want je was weinig avonden thuis. Ja. Ik zat vaak op voetbalveld. Want daar haalde je gewoon je energie uit, vond je leuk om te doen. Ja. 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 En dat groeide dus door tot het bestuurslidmaatschap, eind 20, toen je zover was. Ja, 28, ja. 28 jaar. En toen werd je, wat ging je toen doen in het bestuur? Nou ja, Huig Ouwehand was secretaris natuurlijk. Ik werd tweede secretaris. En wat houdt dat in? Want dat kennen we nu niet meer. Wat deed je tweede secretaris? Ik deed de notulen van de ledenvergadering, van de bestuursvergadering. En ik had, om het een heel duur woord te zeggen, de mediale contacten met de krant en met de mensen van de krant, de verslaggevers, dat soort dingen allemaal. En wat hield het dan in, die mediacontacten? Nou ja, ze belden op voor verslagen of er was wat aan de hand. Dat ze dachten van, ja, is er rook ergens van een of ander. Ruud Pauw en Rob Onderwater, die heb ik vele keren aan de lijn gehad. Nou ja. En Jaap Sip, die wist het allemaal wel. En dan zat ik in het bestuur en dat soort dingen meer. En ik verzorgde in de weekbladen wekelijks de wedstrijdverslagen van het eerste en van de hoogste jeugdelftallen. Ook de hoogste jeugdelftallen? Ja. Ja, want dat zien we nu natuurlijk niet meer. Dat is nu niet meer, maar toen stond er voor iedere week een verslag in de krant van de A1 tot en met de C1, zeg maar. Had je toen, ja, de A1, B1 en C1. Maar ging je dan al die wedstrijden kijken ook? Nee. Dan had je mensen voor Ik verzamelde die informatie. Kijk. En in het weekend schreef ik dan die verslagen. En dan ging dat op maandag naar de Katholieke Post, maandagmorgen. Ja, en dan stond het donderdag in de Katholieke Post. En het Lijstdagblad, daar kwam het dan ook in? Niet de jeugd. De jeugd niet, oké. Okay. Nee. Daar kwam Kweekboys 1 in. Alleen, die hadden officiële verslaggevers voor Kweekboys 1. Oké, die kwamen ook zelf dan naar Nieuw-Zuid om... Ja. Maar die hadden jou misschien ook dan af en toe als bron om... Of bij je uitwedstrijden, dat ze vroegen van, ben je mee geweest? En dan informatie enzovoorts. En onder andere voor de vlog, toen de tijd deed ik toen ook wedstrijdverslag. Want samen met... Leen Hartenveld en Piet Molenaar hebben we toen eigenlijk een beetje het hele sportprogramma bij de vlog opgezet. Leen Hartenveld had geen verstand van voetbal. Die wist amper dat een bal rond was. ik deed dan de verslagen en op zaterdagmiddag de uitslagen doorgeven via de radio en dat soort dingen meer natuurlijk. Was Leen dan ook een Kweekboyser? Nee, dat was een neutraal iemand. Oké. En later, toen Katwijk erbij gekomen is in de hoogste afdeling,
Bij de thuiswedstrijden deed ik het dan en bij de uitwedstrijden, of bij de thuiswedstrijden van Katwijk deed Kees Haasdonk dan het uitslagen doen. Kijk. Maar ik heb jarenlang op zaterdagmiddag de uitslagen en standen en dan met een praatje en een dingetje. En was er dan dus, een radioprogramma van de Volk? Ja, of ja, 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 ja. Die had net als nu de hele zaterdagmiddag hadden ze verslag. Ja. Ja, ze hebben nu ook een tv-programma, maar dat was toen misschien niet of dat speelde nog niet? Nee, dat speelde niet. Nee. Dat was alleen de radio. Jij was dat grote geweten daarachter, namens Quickboys, om van alles en nog wat door te geven. Ja, en wat ik mooi vond in die tijd was, bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal, je had natuurlijk nog geen telefoontjes en zo. Nee. Dan moest je bellen met de club en dan de ruststanden. En die verzamelde ik dan hier en die bracht ik dan naar de radiokamer. En dan werden ze in de rust omgeroepen wat de ruststanden waren. En na afloop de eindstanden, kijk, voor zover ze bekend waren. Maar dan, hoe moet ik dat voor me zien? Je belde naar de club waar Quickboys 1 tegen speelde? Of ook de jeugdhelft dan? Maar, nee, waar Quickboys 1 tegen speelde. Quickboys 1 tegen speelde. En ook alle wedstrijden van de afdeling van Quickboys 1. Oké. Okay. En dan ging jij gewoon rondbellen? Nee, dan ging ik bellen, ja. Dan ging ik bellen. Naar al die clubs en naar vragen hoeveel staat het op dit moment? Wat is de ruststand? Het allemaal, ja. Ja. Wat geinig. Ja. Speelden ze toen allemaal wat tegenwoordig? Is dat ook een beetje verspreid qua speeltijd, maar toen allemaal tegelijk? Toen was het allemaal een beetje gelijk. Ja. Ja. Want in het begin was er ook nog wel, in het begin hebben we hier om 4 uur zijn we gaan voetballen. In de begintijd van Nieuw-Zuid begon het om 4 uur. Maar ja, later is dat dan vroeger geworden. Met 3 uur denk ik. Ja, 3 uur is de tijd geworden. En dat vond ik wel. En dan na afloop, maar dan moest ik hier langs het publiek lopen. En dan was het, heb die gewonnen? Of weet je wel. Want ze wisten, Jaap die belt en die regelt. Ze wisten al dat ik daar naartoe liep om daar die rust op de ijstanden door te geven. Om dat door te krijgen, ja, ja, ja. Ja. En dan na afloop hadden we in de kantine hadden we een groot bord waar je dan de uitslagen op invulde en de stand gelijk. Dus dat jij ging een soort bordjes ophangen? Een soort bordjes ophangen, ja. Wat hoe het kan het nog, hè, van die ongelooflijk. Tijd. Ja. 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 En wanneer is dat veranderd? Want tegenwoordig kijken we voor de uitslagen, kijk je op teletext of zo, op de website? Tegenwoordig staan de mensen, dan denk je van, staan ze nou voor deze wedstrijd te kijken? Of staan ze nou alleen maar de uitslagen van de andere wedstrijden te kijken? Ja. Want als ik dan bij iemand staat die de hele tijd met een telefoon in zijn handen staat, zo, om de uitslagen, dan ga ik er niet bij staan. Ik kom voor het voetballen te kijken. Om naar die wedstrijd te kijken. En ik, die staat voor. Ja, dat vind ik niks. Dus het is geen vooruitgang wat je betreft. Nee. op dat punt. Maar dat is toen zo. Is dat veranderd in die tijd? Want jij hebt dit 30 jaar gedaan als tweede secretaris. Is die manier van uitslagen doorgeven en krijgen, ging dat altijd telefonisch? Of op een gegeven moment ging dat anders? Op een gegeven moment ging dat anders. Want toen hadden ze ook telefoon in de radiokamer. Die doorgekomen is, dan konden ze zelf vragen en konden zelf die standen op. Vroeger was er geen telefoonverbinding tussen het clubhuis en daar. Dus dat was al een heel gebeuren. Op een gegeven moment werd het ook steeds moderner en hoefde jij daar minder in te doen. En ze kunnen het allemaal op die telefoontjes zien natuurlijk. Nu is het natuurlijk helemaal makkelijk. Oké. Naast de voetballen deed je dus al veel andere dingen binnen de club. En op een gegeven moment dus gestopt als voetballer. Wat je net vertelde, 30 jaar lang tweede secretaris. Daarnaast lid van de clubredactie. Van de clubbladredactie. Ja, ja. Hoe kwam je daarbij? Was je zo'n schrijver? Ik was een schrijver. Ik schreef gewoon. Ik ben daar gewoon ingerold. Ook gewoon, als jonge jongen. Toen, daar onder de tribune werd het clubblad gemaakt. Met een stencilmachine. Voor de mensen die het niet kennen, was één keer per jaar werd zo'n clubblad uitgegeven? Nee, iedere maand hoor. Elke maand? Oké. Iedere maand. Kijk. Dus, want het was toch dat ik daar avonden mee bezig was om dat te schrijven allemaal. Dus, was jij dan een beetje de hoofdredacteur daarvan? Of? Ik was niet de hoofd, dat wilde ik niet. Ik wilde niet die eindverantwoording, want dan had ik allemaal geen zin in. Ja. En ook niet de tijd in stoppen om dat te doen. Nee. Ik was meer voor de verslagen schrijven en de ranglijst alle tijden heb ik toen gestart voor het zaterdagvoetbal. Dat is later overgenomen door Lies Mast. Maar ik ben er toen echt mee begonnen. Kijk. Dus, Lies Mast heb ik toen verder uitgewerkt en die deed het ideaal. Ja, dat vond ik verder wel goed. Ja, op een gegeven moment ook online natuurlijk allemaal gekomen. Ja. Dat heeft hij verder opgepakt. Ja. Wat stond er dan in zo'n clubblad? Want wanneer is dat begonnen, dat clubblad?
Of was dat er al toen jij ermee begon? Nee, dat is begonnen in de... Nou... Nee. Je hebt er een aantal meegenomen? Ik heb een aantal meegenomen. 1963 is dat 63 begonnen. Is het begonnen. Ja, ja. Dat is toen in die tijd. En was ook al de tijd dat jij ermee begon? Toen begon ik bij, gelijk bij... Dus je was nog geen 18 en je was al... Toen was ik al aan het schrijven. Al aan het schrijven. Ja. Daarom was ik er zo jong bij betrokken. Want ik, toen de pupillenafdeling opgericht werd met Dick de Vries, toen was ik ook een jaar of 17. Dus je was daar constant mee bezig natuurlijk. Gewoon heel snel en toen dat clubblad schrijven, ja. Ten eerste bestuursmededelingen, want die had ik uit functie van mijn tweede secretarisschap, wist ik hoe wat, dat werd erin gepubliceerd. Want je kreeg iedere maand een clubblad. Ja, maar stond daar dan maandelijk soort notulen in? Of wat er is besproken in het bestuur, kwam daarin terecht? Wat er belangrijke dingen van het bestuur stonden erin. Wat, ja, en dan verslag van het eerste, lang was alle standen. Eind van het jaar de spelerslijst en de topscorerslijst van wie er zoveel wedstrijden hebben gespeeld en dat soort dingen meer. Dus, en dat, ja, want, ja, dat kan je nu niet meer voorstellen, maar dat was toen actueel. Ja. Ik bedoel, als je nu een clubblad uit zou geven en een clubblad uitkomt, is het oud nieuws. Dan staat het al lang op de website. Dan is het al een website media, ja. En ik bedoel, nu staat het andere af. Maar toen de tijd, ja, dan keek iedereen toch al uit naar clubblad van, naar de gegevens die erin stonden. Want kreeg elk lid dan dat clubblad? Ieder lid kreeg clubblad. Elk lid kreeg. Ja. En ik deed de rubriek voetbalsnippers, beruchte. Daar werd iedereen een beetje op de korrel genomen. Kijk, dan moest binnen de club. En dan vonden ze een oude hoeren dan. Maar ze vonden het altijd prachtig als ze in de voetbalsnippers stonden. Als je daar terecht kwam. Dan werd er wel gezegd, schreef ik er dan in, bijvoorbeeld Pietje heeft een lekker band gehad en nou ja, zoiets in die krant of dat soort zaken. Allemaal van dat, ook over het voetbal gebeurde. Die kleine grapjes. Ja. En ze wisten wel dat jij dat maakte? Nou, ik hield het altijd een beetje angst van ons weg. Hmm. De een wist het wel, denk ik, en de ander wist het niet. Gewoon misschien een beetje rond te zingen in de club en ja, een beetje gefluisterd van, joh. Maar soms zeiden ze dan, ja, dat kan niet anders dan dat jij dat geschreven hebt. Want, en jij kent snel de andere kant op. Ja. Ja. Leuk, leuk. En hoe kwam dat dan bij de leden terecht, op clubblad? Want dat werd bezorgd. Werd bezorgd. Deed jij dat dan ook, of was er een groep voor? Die er waren jongens voor. En die gingen dat gewoon overal? Mijn zoon heb het ook nog een keer gedaan. Dat was iedere maand kwamen er zo'n 1200 clubbladen. En dan moesten die weg. En pa die was natuurlijk van zo snel mogelijk weg. Ja. En zoon dacht, dat komt toch goed hoor. Dus er zijn wel familietwisten voor ontstaan. Met de zoon die de steun kreeg van zijn moeder of zo. Want hij kon nooit die 1200 clubbladen. Nee. En dan denk, maar ja, dan had hij het voor zaterdag had hij een deel weggebracht. En dan had de een had er gelezen en de ander nog niet. Nou, dan mogen we gewoon zeggen. En die hoorde dat dan weer van de ander. Dan. Ja, ja, ja. Waarom heb ik nog geen clubblad? Nou ja, dat soort dingen. Maar later hebben ook anderen hebben dat allemaal rondgebracht. Een beetje een teampje dus een beetje, die dat oppakt. Dus dan gingen ze wijken en dat soort dingen meer. Ja. Hoe is dat clubblad ontwikkeld in de loop der jaren? Werd de inhoud ervan anders? Of het, ik zie dat ze wat dikker werden ook in de loop der tijd. Ja, nou ja, dat is, het is iedere keer wat veranderd natuurlijk. Eerst dat stencil in het begin. Ja, en later bij de drukkerij, want dan bracht je bij de drukkerij en die verzorgde dat helemaal. Die werd van professionele. Ja. Dus dat, tot 2004, ja, toen kwam de media aandacht en dan ja... Toen ben ik ook gestopt met het clubblad. Maar tot die tijd was het maandelijks ook? Was maandelijks, ja. Ja. En waarom toen gestopt? Door die opkomst dus inderdaad van internet, social media? Dat het niet meer actueel was en dat soort dingen meer natuurlijk. Ja. Hè. En heb je dan ooit aan gedacht om dat dan bijvoorbeeld digitaal zo door te zetten? Of daar heb jij, daar voel je niks nee, van? Nee, heb je minder mee? Ik vind, achteraf, nou jij belde dat ik moest kijken, goh, wat heb ik nou allemaal gedaan? Dan denk ik... Ben ik niet overal te lang blijven zitten. Ik bedoel, je zit wel anderen in de weg natuurlijk. Je wordt ouder en dan denk je van, nou ja... Vind je dat je te lang hebt gedaan? Nou ja, misschien voor anderen, dat je anderen in de weg zit. Die dat misschien ook... Want je ziet, nu wordt ook alles opgepakt. Ja. Kijk, ik heb wel altijd gezegd, als ik 60 ben, dan stop ik in bestuur. Want dat... toen ben ik ook gestopt, toen ik bijna 60 was. En ik heb gezegd, nou ja, als je dan
dan zit je toch andere denkbeelden en andere vermogens en dat soort dingen meer. Ja. Dus, ja, je zit daar natuurlijk wel met je eigen stijl in. Of ja, je kan zien dat het Jaap Sip is door al die decennia heen. Ja, want, ja. Dat is zo. Je hebt je eigen manier daar natuurlijk in. Ja. Maar je had daar ook wel een ander team daaromheen zitten? Of ander, jij was dus niet de hoofdredacteur? Nee, er waren er meer. Schrijven, maar er waren er meer wat die daar... Wat gewisseld is. Ik bedoel, Jaap van Duivenbode, die pas onlangs overleden is, heb erin gezeten. Bert de Vries, nou ja, noem maar op allemaal. Ja. Cor Pronk was een eindredacteur geweest. En regelmatig is het gewisseld. Ja. Maar ik heb er wel eens langs in gezet. Dat kan me voorstellen, met 42 jaar. Ja. Ongelooflijk. Ja. Van begin tot eind. Ja zo'n beetje wel. Al die tijd erbij gezeten. Dat is lang niet het enige wat je hebt gedaan binnen de club. Nee. We hebben nu het secretariaat gehad, we hebben het clubblad hebben gehad. Penningmeester van de pupillen. Pupillen, ja. Wat houdt dat in? Wat nou, vroeger had je een contributiekaart. Mm-hmm. En daar stonden dan 12 vakjes op. En dan konden ze dus de leden per maand betalen. Oké. Ik weet nog wel dat het een contributie, een gulden per maand was. En nou ja, dat moest je dan allemaal... Een gulden was toen heel veel waard. Dat was toen heel veel waard, ja. En dan zat ik op zaterdagmorgen dan in een kleedkamer of, om dan de contributie te ontvangen van die jeugdleden, van die pupillenleden dan in het gebeuren. Dat was... En ze kwamen ook wel eens bij me thuis betalen en dat soort dingen meer. Dus, maar jij was dus degene die verantwoordelijk was dat alle jeugdleden hun contributie betaalden? Ja. En toen ging het nogal handje, contantje. En dat geld gaf ik dan aan de penningmeester. Kon je dat allemaal bijhouden? Want het zijn honderden jeugdleden, lijkt me dan. Dat is toch een enorme... Ja, dat deed we zelf. Deed allemaal op papier. Ik had een contributieboek waar het allemaal in stond. Dan moest je natuurlijk aantekenen wie er allemaal betaald hadden en alles. Dus, waren er ook wel eens problemen? Dat mensen niet betaalden? Of dat je er achteraan moest? Dan moest ik weer een aanmaning wegsturen. Voor een briefje van betalen in het gebeuren. Dan werd er weer betaald. En moest je dan ook wel eens hier op de club bijvoorbeeld aanspreken? Van joh, ik kijk even in mijn boekje en ik zie dat er al een tijd niet betaald is. Nee, ik deed dat schriftelijk. Dat gaat schriftelijk. Ja. Maar dat was vaak meestal geen probleem. Meestal werd het goed opgelost. Ja. En moesten jeugdleden eigenlijk, betaalden die minder dan bijvoorbeeld volwassenleden? Hoe zag dat systeem eruit? Je had natuurlijk pupillen, aspiranten, junioren, dat liep op. Al die verschillende groepjes? Ja. Richting volwassen? Ja. En dan spelende, niet spelende leden, zat daar eigenlijk ook verschil? Dat zou ook verschil, dat is altijd zo geweest, net zoals dat nu is in het gebeuren. Ja. Hoe lang heb je dat gedaan? Dat penningmeesterschap? Ongeveer een jaar of 25, geloof ik. Ja. Kijk. En dan was je ook tevens, ik was tevens gelijk jeugdleider. Jeugdleider? Wat van de pupillen. En wat houdt dat in? Met een elftal. Elftal begeleider. Ja, elftal begeleider. Ja, maar trainer eigenlijk, elftal de jeugdtrainer. En trainen natuurlijk deed ik alles ook. In één. De jeugd trainen. Had je dan een specifiek team wat jij deed? Of? Toen de tijd wisselde je dat. Als je jeugdleider was, de ene week had je dat elftal, de andere week had je dat. Maar elke week ook anders? Ja, dat was anders. Maar dan weet je nooit wie je tegenover je hebt. Of kende je ze allemaal? Kende je al die spelers? Of? Nee. Later is dat wel per elftal gegaan. Mm-hmm. Maar in de tijd, vooral toen ik nog speelde, we hadden iedere week een andere jeugdleider. En dan ging je op de fiets naar Leiden. En dan met de hele groep. Uh-huh. Want er was bijna geen auto natuurlijk, toen de tijd. Maar dan ging je met je elftal en een jeugdleider ging je naar UVS of Lugdunum of noem maar op, LFC. En op de fiets. Altijd op het fietsje naar de uitwedstrijden. Alleen ver uitwedstrijden, naar bijvoorbeeld Leidendorp, dan werd er een busje gehuurd. Oké. Maar dat had Quickboys niet zelf, dat werd dan echt met een busje geregeld zodat... Dat betaalde de vereniging. Zodat je naar uitwedstrijden kon. Ja. Maar de meeste waren dus dicht in de buurt, de wedstrijd? Ja, de meeste regionaal, Noordwijk en dan ging je nog allemaal op de fietsen toen natuurlijk. Ja, tegenwoordig is het een stuk verder denk ik toch, waar de jeugdleden spelen. Ja, als je tegenwoordig ziet, waar de jeugdleden die gaan door half Zuid-Holland heen. Ja, de brede regio is dat. Dan lees je dat ze naar Heinenoord moeten of nou, dan denk ik, is dat dan wel allemaal nodig? Ja. Kan het niet dichter bij elkaar? Dichter bij elkaar, bedoel, dat maakt toch verder niks uit. Nee.
Alleen toen in de regionale, toen, ja, dan die speel, toen ik in de regionale zat. Een hogere elftal. Dan, ja, daar speelden we voornamelijk echt tegen de hoogste jeugd van Feyenoord en Sparta en ADO. Speelden we toen, hè? Kijk. Kik van de Val heb ik nog tegen gespeeld en noem maar op. In dat jaar dat ik erin zat. Hoog niveau. Dan. Ja. Dan, hoog niveau. Maar dan ging je met auto's. Precies. Dus, ja. Daarvan is nog een leuk verhaal. Vroeger werden die auto's dan gehuurd bij de Batax in de Badstraat. Mm-hmm. Dat zegt jou niks natuurlijk. Maar dat waren oude lijkwagens. Ah. Met gordijntjes zo. En dan, dan reden we naar Rotterdam. En dan zo die gordijntjes dicht. En dan op een gegeven moment was het, ja jongens, nu. En dan was het, ja. En dan ging een gordijntje open en dan die auto's naast. Die zaten allemaal, die mensen zaten te kijken. Want die hadden zagen, die dacht, dan rijdt een lijkwagen. Dan hadden ze een lijkwagen. En dan zaten wij allemaal zo, weet je wel. Dat waren leuke dingen toen. Ja. Dat is wel heel geinig. Hè? Heel geinig, ja. En dat waren dus gewoon de standaard vervoersauto's naar de zijde. Ja, dat was een, met een lijkwagen van een taxibedrijf. De ADO in Sparta en Feyenoord. Van de Batax, ja. En dan, wij gingen dan naar Rotterdam. Het was niet iedere keer natuurlijk, nee. Dat was wel. Ja. Wat geinig. Wat leuk. Ja. Ja, dat is een beetje het hoogste niveau wedstrijden wat je dan ook hebt gespeeld, denk ik, ja. Toch? Tegen die tegenstanders. Tegen die tegenstanders. Dat zijn gewoon professionals. Al ging dat daar bij die clubs natuurlijk toen ook anders dan nu. Tegenwoordig scouten ze onder de jongste jeugd. Ja, dat is heel anders. Maar ja, het waren toch de hoogste. En verschillende van die jongens die zijn toch in het betaald voetbal terechtgekomen. Waar wij tegen speelden. Precies, die daar toen al zaten. Ja. Ja. Want je had toen ook in die tijd, ik weet niet of jij daar iets mee te maken hebt gehad, maar je had ook het amateur elftal, het Nederlands amateur elftal. Dat had je ook, ja. Je had in principe eerst het Nederlands zaterdag elftal. Oké. Okay. Je hebt het Nederlands zaterdag elftal gehad. Tot en daar zaten alle beste zaterdag amateurs in? Daar zaten de beste zaterdag amateurs in. Bedoel, bij ons waren dat Leen Aandewiel, Floor van Duin, Maart Verdoes, Koos de Hollander, Arno Bouw. Bedoel, dat was het zaterdag elftal. Mm-hmm. Nou ja, Leo Pluimgraven heeft er ook nog in gespeeld. Nou, en dat is later één geworden als Nederlands amateur elftal. Maar dat Nederlands zaterdag elftal, dat speelde ieder jaar een interland tegen België en een interland tegen Frankrijk. Het ene jaar tegen België thuis, het andere jaar tegen Frankrijk thuis. Maar was dat een soort toernooi of altijd een soort oefenwedstrijd eigenlijk? Koep de Huppel de Pup of zoiets was dat. Oké, gewoon voor een naamje gegeven. Ja. Maar ja, die Flo van Duin en die jongens, die gasten, die kwamen wel in Parijs. En, dat soort, ja. Dat bijzonder natuurlijk. Dat ze daar in Frankrijk kwamen, ja. Maar ze voetbalden niet op zondag. Dat was op zaterdag. Nee. Sterker nog, dat staat volgens mij in de statuten van Quick Boys nog steeds, dat we niet op zondag niet voetbal. Op zondag speelt. Nee. Ze kunnen ons niet verplichten. En toen de tijd, ja, toen was het Nieuw-Zuid hier nog niet. Later hebben we er hier veel zaterdag elftallen gespeeld natuurlijk. Het Nederlands zaterdag elftal heeft het. Maar daarvoor hebben ze ook verschillende keren in de Leidse Hout gespeeld. Bij het zaterdag elftal. Okay. Dus, maar ja, Arie van der Hoever zat erbij natuurlijk. Wout Heijnen van Spakenburg en dat soort dingen. Maar er kwam altijd een man of 7.000-8.000 op af om dat te zien hoor. Het is wel een groot spektakel was dat. Ja. Ja. Terwijl ik denk van ja, wat maakt het zo uniek of wat was er... Ja, het zaterdag voetbal was natuurlijk toch een beetje... Een soort bolwerk. Een klont, een bolwerk van spelers en clubs bij elkaar. Ja. Want ze hebben natuurlijk een groei moeten doormaken van het zaterdagvoetbal. Ten opzichte van het zondag amateurvoetbal. Want was dat minder dan het zaterdagvoetbal ten opzichte van zondag? Ja. Want nu is natuurlijk zaterdag veel groter dan het zondag amateurvoetbal. Maar dat was dus echt andersom. Ja, dat was echt andersom. Ik bedoel, je had in het begin natuurlijk alleen eerste, vierde klas en derde klas bij het zaterdagvoetbal. Mm-hmm. Terwijl je bij het zondag amateurvoetbal al de eerste klas had. En dan pas in 1953 heb je natuurlijk pas betaald voetbal gekregen. Maar ja, toen was de sterkte van de zondagamateur, die was hoger. En dat is een beetje samengesmolten later dat het Het heeft tijd gekost kwam. Dat het echt, dat het zaterdag amateurvoetbal daar... Eigenlijk een beetje in de jaren 60 is dat het zaterdagvoetbal ook opgekomen is qua sterkte.
Terwijl Quick Boys dus altijd van de zaterdag is geweest. Of tenminste, behalve helemaal in het prille begin, ja. Toen het echt werd opgericht, de eerste jaar. Dan speelden ze volgens mij wel op zondag. Ja, de eerste paar, drie jaar. Ja, echt heel kort. Ja. En daarna is het altijd zaterdag. Nee, tot 1928, dat is waar ook. 28, oh, nou, ja, ja. Dat is toch... Toch nog 8 jaar. Toch 8 jaar. Want toen stonden ze bijna... Toen waren er nog 17 leden over. En toen moesten ze vergaderen, wat ook in het jubileumboek staat. Ja. Of Quick Boys nog wel zou opgeheven worden of dat het nog zou voortbestaan. En toen zijn ze, die 17 leden hadden besloten, nou we gaan toch door. En toen naar het zaterdagvoetbal. We gaan de stap maken, ja. En, richting zaterdag. Ja, en dan zaten geen veld meer natuurlijk. Hè. Ze krijgen geen veld meer van de gemeente. En dat had met de zondag te maken? Dat had met de zondag te maken, ja. Dus eigenlijk puur door de gemeente Katwijk is het zo dat wij hier op zaterdag zijn gaan voetballen. Anders had het best gekund dat wij van een zondagvereniging waren. Maar ik denk ook dat het aan de gemeenschap ligt natuurlijk. Hè. Dat is zo gegroeid. Maar het is toch, ja, je zou denken van 100 jaar... Tegenwoordig zijn natuurlijk nog veel christelijke inwoners in Katwijk. Maar 100 jaar terug zal dat nog meer geweest zijn. Maar toch, dan is dat toch werd er op zondag gevoetbald in de eerste 8 jaar. Dus dat kon schijnbaar. Heb me ook altijd verbaasd. Dat het toch kon op een of andere manier. Ik ben er niet bij geweest. Dus nee, dat heb ik net niet meegemaakt. Dat is net iets te lang geleden. Ik weet niet hoe de gedachte was van toen of zo. Nee. Maar het heeft me al te verbaasd dat het op zondag dat het dan toch zo begonnen is. Het gebeurde wel een beetje buiten de gemeente natuurlijk. Bij de Roversbrug en in Duin. Daar meerdere plekken hebben ze destijds natuurlijk plekken gezeten. Dus, ja. Maar, uiteindelijk is het ook niet de goede keus geweest. Want ze zijn natuurlijk vrij snel, of na 8 jaar dan althans, naar de zaterdag gegaan. Ja. En de KNVB heeft natuurlijk in 1941 begonnen met echt het KNVB op landelijk niveau, zeg maar. Toen echt competities. Want daarvoor had je alleen maar de afdeling Leiden. Daar speelde Quick Boys alleen maar in de afdeling Leiden. Ja. Tot 1941. En toen is de KNVB echt op zaterdag voetbal begonnen. Geprofessionaliseerd. Ja. Het zondag was toen al wel, voor die tijd. Dat was al, zondag is er al vanaf het begin. Sinds er voetbal was. Met al die zondagclubs, als HBS en HVV, dat waren allemaal zondagclubs. Had het niet ermee te maken dat toen werd er 6 dagen per week gewerkt. Ja. Dus daarom was de zondag de dag om te voetballen. Ja. Dan kan ik jullie het niet meer voorstellen. Nee. Ik kan nog school op zaterdag, hè? Ja, dat is... Tot 12:30. Echt waar, joh. Op de Mulo was dat. Van acht uur af tot 12:30 school, hè. En dan kon je smiddags... En dan smiddags voetbal. Smiddags voetballen. Dat, Dat is oude tijden. Ja, inderdaad. Dat kunnen jullie allemaal niet meer dan wordt tegenwoordig natuurlijk wel op zaterdag en zondag ook gewerkt. Dat is natuurlijk wel veranderd. Maar, op zaterdag naar school of zo, dat... Naar school, dat gebeurt niet meer. Dat zou toch vreemd zijn, hè? Absoluut. Ja, dan nog iets anders, Jaap, wat ik doorgaan met je wil bespreken. Want je bent eigenlijk een soort wandelende encyclopedie hier binnen de club. Je hebt al meer dan 50 jaar heb jij alle uitslagen opstellingen van Quick Boys 1. Ja, dat klopt. Ongelooflijk. Als ik jou een wedstrijd uit 1977 noem, dan kan jij terugvinden hoe de opstelling van Quick Boys 1 er toen uitzag. Ja, dat heb ik ook vanaf het begin gaan bijhouden. Ik heb het officieel helemaal vanaf 1970, toen de eerste klas begon, maar ook daarvoor heb ik nog wel jaren staan van spelers met opstellingen allemaal. En ik ben toen begonnen, ik weet niet hoe ik toen gekomen ben, maar de opstelling van het eerste met de doelpuntenmakers per wedstrijd, per seizoen. Dus, maar je weet niet meer waarom je daar ooit mee gestart bent? Dat is op een gegeven moment begonnen? Een hobby of... Een beetje waanzin geweest, denk ik. Dat ik als je dan eenmaal mee begint, dan moet je... Een vlaag van wedstrijd van waanzin. Dus, maar jij was altijd ook bij die wedstrijd of soms haalde je die informatie ook... Uitwedstrijden was je natuurlijk niet altijd bij. Nee, uitwedstrijden was ik... Ik was altijd de gast hier, bij ik ging met het eerste niet vaak mee. Nee. Want hier thuis speelde dan de jeugd. Dat vond ik ook belangrijk om te zien en leuk. En ik ontving, want je had natuurlijk nog 4 KNVB-elftal in de tijd. Met scheidsrechters en begeleiding. En ik zeg, joh, ik ben op zaterdagmiddag al hier. En dan ontving ik die. En dat was altijd wel een gezellige happening en het gebeuren.
Maar die uitslag, maar de opstellingen, ja, die kwamen vanzelf. Nou ja, het is alleen, als je dat vanaf het begin zo heel simpel bijhoudt, ja, dan gaat dat gewoon vanzelf door natuurlijk. Ja, maar kijk, nu zien we dat overal op internet staan, zo'n opstelling en uitslag. Maar 1970 natuurlijk niet. Nee. Dus hoe kwam dat dan bij jou zo'n precieze opstelling terecht? Hoe wist je dat dan? Of de krant. Of ik wist gewoon via, informeerde ik in de tijd, hoe was de opstelling. Hoe werd er gespeeld? Ja. Maar ook zelfs de formatie en dergelijke. En thuis dan was ik er zelf bij natuurlijk, alle thuiswedstrijden. Ja, dan kon je het sowieso natuurlijk bijhouden. En dan ga je automatisch bijhouden van, nou ja, hoeveel wedstrijden zijn er gespeeld, hoeveel doelpunten zijn er gescoord. Wissels. En wissels en dat soort dingen meer. Nou ja, daar is ook het hele gebeuren van de 100 wedstrijden trofee is daarvan gekomen. Ja. En dat vind ik wel leuk. Die spelers vinden dat ook zelf leuk. Dat dan nog steeds wordt bijgehouden. Ja. Die krijgen dan een... ik weet niet wat het bestuur tegenwoordig doet, maar die krijgen dan een beeldje, een voetballer, dat regelde ik dan altijd. Aandenken van 100 wedstrijden in Quickboys 1. Ja, dat. En als we 250 wedstrijden gespeeld hadden, dan kregen ze een zilveren schaal. Dus dat was dan in bestuur besloten. Die is al een tijdje niet uitgereid, denk ik. Die is al een tijdje niet uitgereid, vrees ik. De eerste die nou 100 krijgt is Mahmoud. Die zit er tegenaan? Die zit op 96. Kijk. Maar ja, die komt er dit jaar ook niet aan. Nee, dat is helaas dit jaar niet. Want ik tel alleen de competitiewedstrijden. Oké. En de beginopstelling. Alleen de beginopstelling. Als jij wat later, zelfs als je in de eerste helft invalt, je telt niet mee? Nee, tel niet mee. Ga gewoon om de basis. En waarom? Waarom? Ik ben zo gestart. Dat is gewoon jouw manier. Zo doen we het. Zo doe ik het. Ja. Want tegenwoordig al val je in de 96e minuut in. Je hebt een wedstrijd achter je naam. Als je van het Nederlands elftal, dan hebben ze... Heb je een interland. Hebben ze 25 in het land en dan ben ze 23 keer ingevallen of zo. Ja, dat vind ik... Ik vind je moet dat... Jij vindt het begin, dan tel je mee. Dat moet je verdienen. En anders... Als ben je bankzitter. Ja. Keihard. Ja, een lijntrekker van gebeuren. Ja, dus Mahmoud, die heeft er ook al 100 al lang waarschijnlijk. Maar ja, dan, maar zijn invalbeurt. En dat telt dan niet mee. Is, en alleen competitie dus. Ja. Maar hield je wel zelf ook de bekerwedstrijden opstellingen bij? Die heb je ook in het begin wel, maar later ben ik wel gestopt. Oké. Ik denk, nou, dat heeft toch geen zin omdat... Je deed er toch niks mee. En die bekerwedstrijden, die stelden dan niks voor. Dit is zo'n districtsbekerwedstrijd of wat dan ook. Dat had je natuurlijk. Wat zijn er voor prutwedstrijden? Ja. Gewoon, geen competitie, nee, dat telt niet mee. Dat telt niet mee, de competitie is belangrijk. Maar ja, dan hebben we natuurlijk verschillende, heel veel hebben er... dat heb je wel gezien aan de lijst in het jubileumboek. Ja. Hoeveel er meer dan 100 wedstrijden gespeeld hebben. Mooi overzicht. Een heel overzicht wat erbij staat. Ja. Nou ja, dat hou je dan gewoon bij van die spelers. Op papier. Dus, op papier. Allemaal op papier? Alles op papier. Niks digitaal? Nee. Nee. Wat vind je vrouw ervan dat je thuis zo'n archief hebt liggen? Valt het mee qua grootte? Zullen we dat onderwerp even lachen? Die kunnen we mijden hoor, die kunnen we mijden. Heel goed. Heel goed, ja. Maar dat is inmiddels dus een aardige bundel, een aardig archief geworden. Dat heb je gezien aan de 115 plakboeken die ik heb natuurlijk. Ja, dat is enorm. Met dat interview wat... Wat er in de Leidsdagblad staan. In het Leidsdagblad heeft gestaan vorig jaar volgens mij. Dat, 100 jubileum. Ja. Want, nou ja, natuurlijk. Ik bedoel, al die kranten, de krant hield ik bij. Die verzamelde ik. En dan, het eind van het jaar ging ik dat in een plakdoek doen. Nou ja, dat doe ik ook al sinds 1960 zo ongeveer. Zo. Nou ja, en in het museum hebben natuurlijk ook die boeken gelegen van het plakdoek. Vorig jaar een expositie natuurlijk, dat was in het museum. Ja. Waar we ook een hoop hebben gezien. Dus daar, en veel van dat materiaal wat we daar zagen kwam dus uit jouw archief? Ja. En die plakboek is natuurlijk mijn heiligheid. Ja. Dat is goud waard. Ja. En voor Quickboys ook, misschien ook wel mooi om ooit eens te digitaliseren. Nou ja, dat is ook de bedoeling, dat er gedigitaliseerd wordt in het gebeuren natuurlijk. Hè. Ja. Maar ja, dat ligt nu op één oor, dus... Maar, het is al best een klus natuurlijk, omdat... Wie dat wil gaan doen, die wens ik veel sterkte toe in het gebeuren. Dus, dat is een aardige uitdaging, wordt dat. Jij weet hoe zo'n boek eruit ziet. Laat maar zien voor de kijkers. Het
jubileumboek. Dat is het jubileumboek, heb ik bij. Nou ja, dit is dan seizoen 2017, 2018 toevallig. Nou. En dat is één zo'n plakboek van één seizoen? Waar je allemaal twee plakboeken per seizoen. Twee per seizoen, oké. Okay. Dus dit is een half seizoen wat jij nu... Dit is een half seizoen. Dit is meestal tot aan december. En dan januari, dan denk ik, nou dat is er weer. Kijk, het is 5 januari. Voor de luisteraars, een boek op A3 formaat met een bladzij of? 40. Bladzij of 40. Dus 80 kanten. 80 kanten. En dat is een half seizoen. Dus 160 kanten per seizoen. Ja. Kijk hier al. En dat is dan artikelen uit het Leidsch Dagblad. Het Dagblad en allerlei dingen. Kijk, andere... hier Dirk Kuyt dat hij geridderd wordt in de tijd hier op het veld. Ja, dat kwam misschien ook nog in andere kranten terecht. Dat is, hier zijn gewoon de wedstrijdverslagen. En daarvoor is ook al die jeugdverslagen, die heb ik dan ook ingeplakt in het gebeuren. Ja, waren de boeken dan vroeger dikker, de plakboeken? Of? Nee. Dat was altijd gelijk gebleven. Maar toen stonden natuurlijk meer artikelen wel in de krant. Ja, maar toen werd er ook niet zoveel geschreven over het voetbal als tegenwoordig natuurlijk. Dat is waar, er zijn meer randartikelen misschien. Ja, ook. Ja. Dus dan er veel, tegenwoordig heb je veel interview van een speler of dat soort dingen. Nou ja, dat zet ik er dan in en dat soort dingen meer. Ja, dat was vroeger, ging het puur om de verslagen. Vroeger was het alleen een verslag, alleen klaar, het voetbal. Was het over. Hoe zie jij dat? Vind jij tegenwoordig staat misschien ook iets meer de mens centraal en iets minder het voetbal. Vroeger ging het wel sec om het voetbal. En nu misschien ook echt om de mens achter de voetballer en meer achtergrondinfo. Als je tegenwoordig heb je verslagen, dan denk je van, is het verslag ten einde? Dan denk je, is er nou nog een voetbalwedstrijd gespeeld? Of heb je er alleen maar een speler aan het eind van de wedstrijd wat staan te vertellen van het verhaal? Want dan lees je, ze hebben toch nog wel een paar doelpunten gemaakt. Ik bedoel, maar vroeger ging het echt van, nou, de zoveelste minuut een kans. En echt een precies verslag. Die dan, echt letterlijk een verslag. Echt een verslag wat er gebeurde. Ja. Ja, en er stond er ook nog wel allerlei dingen bij of zo natuurlijk. Van, maar ja, tegenwoordig is het meer van meer wat de spelers ervan zeggen als dat de wedstrijd is. Als ik jou zo zie, vind je dat geen goede ontwikkeling? Nee, ik vind het niet, maar ja, nee. Dat ligt ook aan de journalisten. Vroeger had je natuurlijk echt die sportverslagjournalisten. Bij het Leidsch Dagblad liepen er wel 4 of 5. Ja, tegenwoordig is er nog 1. Wat lees je nu in die coronatijd nog van het zaterdagvoetbal in de krant? Nou, bijna niks. Het is echt verschraald, zeg jij. Ja. 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 Ja, en ook op de sportredactie natuurlijk. Vroeger had je natuurlijk Rob Onderwater, Rob van der Zanden, en Jaap Visser, die hebben ook nog het Leidsch Dagblad gewerkt en noem maar op. Nou, dat waren echt sportverslaggevers. Nou, de laatste zo'n beetje is Rob Minkhorst geweest. Maar ja, tegenwoordig dan staat er een stuk over het amateurvoetbal dat Rob dan van Rob Tourette of zo. En die zit bij de Gooi in Emelander, dat nemen ze dan van elkaar over. Ja. Dus, dat is er niet op vooruit gegaan met de jaar. Hè? Dat is er niet op vooruit gegaan met de jaar. Nee. Nee. En voor die verslagen in de krant huren ze nu tegenwoordig één persoon in die dan een part-time die dan een verslag schrijft van een wedstrijd natuurlijk. Ja. En je hebt zat keer dat je nu van een uitwedstrijd zo'n klein beetje doorkrijgt, zo'n klein dingetje. Ja. Ik bedoel, je hebt natuurlijk wel bijvoorbeeld tegenwoordig websites als voetbal de Bollenstreek of dergelijk. Volg je dat? Of? Ja. Okay. Voetbal de Bollenstreek. Daarvoor vind ik het jammer dat voetbal op zaterdag gestopt is. Dat hadden we ook tot kort geleden. Die is vorig jaar gestopt van Aad van der Graaf. Dat was een hele goede website. Over het zaterdagvoetbal alleen. Ja, daar stonden ook echt statistieken en daar stonden echt informatie natuurlijk. Dat was alleen het zaterdagvoetbal. Ja. Daar heb ik toen nog een column voor geschreven. Vorig jaar een column, ja. En toen ben ik toch gebeld ook door Aad de Graaf. Die was er zeer vereerd door. Dus, dat je daar iets over had geschreven. Dat ik daarover geschreven. Nou, we zetten hem in het bericht op de website, zetten we de column ook nog even neer. Dan, voor de mensen die hem gemist hebben, kunnen hem dan al teruglezen. Hoe volg je heden ten dagen Kweekboys 1? Nu natuurlijk niet, want coronatijd, maar daarvoor kom je vaak bij de wedstrijden nog? Jawel. Altijd bij de wedstrijden? Ja, maar ja, niet de uitwedstrijden. Niet nog steeds, gewoon de thuiswedstrijden, daar ben je bij. Ja, ja. Dus, voor de rest,
En je houdt nog steeds de statistieken natuurlijk. En je houdt alles bij. En, je bent erbij betrokken. En, ja, en je kijkt natuurlijk iedere dag de website van QuickBoys. Of er wat nieuws is. Dat soort dingen. Want zo gedigitaliseerd ben je wel, dat je dat daar allemaal en van de Bolstek en QuickBoys.nl, dat soort dingen, die hou je wel in de gaten. Een paar jaar terug een hele cursus gevolgd, computer. Kijk. Bij de bank. Heel goed. En dat heeft geholpen. En dat heeft geholpen, ja. Mijn oma heeft hem ook een paar keer gevolgd, maar die moest hem elk jaar weer opnieuw doen. En dan begreep ze het een dag later ook weer niet wat ze allemaal geleerd hadden. We hebben drie cursussen gedaan, dus het was gewoon hartstikke gezellig. Dus, leuk. Dus we hadden de herhalingscursus gedaan en dan vonden we het zo gezellig, hebben we het nog allemaal een keer gedaan. Dus daardoor kan je nu dat gebeuren allemaal zien. En nog steeds word je natuurlijk gebruikt als de man die bijvoorbeeld die 100 wedstrijden doorgeeft als dat zover is. Nou ja, en qua informatie ben ik een van de laatste natuurlijk van vroeger, vanuit het bestuur. Ja. Want toen, net als een paar weken terug, dat Jaap van Duivenbode overleden is. Nou ja, daar weet ik alles van. Dus dan belt Kees op van, heb je wat informatie, hoe of wat of zo, Kees Reinhold. Want ja, ik heb met Huig Ouwehand, met Arnold Bouw, met Arie Guit, Wim Schapen, allemaal in bestuur gezeten. Kees de Best was voorzitter. En ja, die mensen zijn allemaal overleden. En dat heb ik met het 100-jarig bestaan, dacht ik, ja, dat is toch triest dat hij het 100-jarig bestaan niet meer meegemaakt heeft. Ja. Zoveel voor de vereniging betekent, als bestuursleden ook. En die het 100-jarig bestaan niet meer meegemaakt hebben, dat vind ik jammer. Ja, ik bedoel, het is de realiteit. Ja. Maar het waren mensen die dag en nacht met de club bezig waren. Ik bedoel, ja, want ik denk van... Was secretaris zoveel jaren. En die zat ook elke avond hier op het voetbalveld voor Arnold Bouw, penningmeester. Maar van dat eerste bestuur waar je in zat, is denk ik niemand meer in leven? Of? Denk het niet. Want jij was de jongste die daar... Jaap van der Plas, de makelaar en Dick de Jager, allemaal. Ja. Maar wij hadden nog Arnold Bouw met als penningmeester. Mm-hmm. En die had dan een koffertje en dan hadden we de derby tegen Rijnsburg. En daar zat er misschien 10.000 of 15.000 gulden in zijn koffertje als recette. En die ging op zaterdagavond met zijn fiets. Met dat koffertje, met 15.000 gulden, ging die naar huis toe, hè? Echt waar? Ja. Ongelooflijk. En als we dat nou nu berekenen, dat is gewoon een ton of zo, toch? Ja, zo in die tijd. Ongelooflijk. Dan ging hij met, nam hij mee. Hij zei, moet ik natellen? En dan ging hij het op maandag naar de bank brengen. Maar dan lag het wel het hele weekend onder zijn bed. Lag in zijn huis. Maar hij nam het mee, ongelooflijk. En dat is nooit misgegaan, dat ging altijd, lag altijd veilig. Ja. Ja, ik heb zelf ik ben loon- en salarisadministrateur geweest ook, voordat ik personeelszaken werd. Maar deed ik ook de lonen, maar dan ging ik ook naar de bank toe. En daar haalde ik voor 2,5 ton tot 3 ton aan loon op. Gewoon op donderdag. Om dan de loonzakjes allemaal te vullen. Maar dat had je dus ook in een koffertje? Dat was in Valkenburg en dat was om de hoek, dus ik liep gewoon daar naartoe en ik kwam terug met een tas met 3 ton erin of zo. Ongelooflijk. Kan niet meer, hè? Dat lijkt me heel gek, ja. Nou ja, we weten het niet. Misschien lopen er ook vandaag mensen in Katwijk met miljoenen over straat. Ja. Dan is het waarschijnlijk niet helemaal zuiver koffie. Als dat nu zo gaat, dan zal het met iets anders te maken hebben. Jaap, laten we het hebben over de voetbalpyramide. Oh, ja. Daar valt ook heel wat over te vertellen. Ja, in feite is dat heel lang geleden al begonnen, in 1942. Toen speelde QuickBoys in de vierde klasse. In 1941 heb de KNVB gestart. En dat was de vierde klas. En toen in 1946 is de derde klas gekomen. Toen is in ongeveer 1957. Want dat was toen heel tricky. Want die tweede klas, of die derde klas, die was eerst alleen maar in West 2, hier in de omgeving. Mm-hmm. En West 1 viel daar buiten.
Dat is dan later weer hersteld. Maar die tweede klas was ook in 1956 alleen weer in West 2. Dus Kweek Boys die werd in die tweede klas kampioen, die was gelijk landskampioen. Terwijl Spakenburg en IJsselmeervogels en zo, die speelden in West 1, die speelden nog in de derde klas. Dus, een beetje krom. En dat heb 4 jaar geduurd, want Kweek Boys werd kampioen, het andere jaar Teleden, toen weer Kweek Boys, toen weer Teleden. En toen zijn de anderen gekomen en een volledige tweede klas in het hele zaterdagvoetbal. Waarbij je toen ook weer de landskampioenscompetities kreeg. Nou, 1970 is de eerste klas gekomen. En vanaf 1970 heb dat zaterdagvoetbal toch een bepaalde waarde gekregen ten opzichte van het zondagamateurvoetbal. Omdat jij het ging bijhouden, of niet? Ja, wie weet. Viel mooi samen. Ja, ja. En toen in 1995 is die eerste klas benoemd tot hoofdklasse. En dat blijft gewoon dezelfde competitie? Het was gewoon dezelfde competitie. Nieuw naampje. En er was gewoon alleen de naam hoofdklasse gelijkwaardig aan het zondagvoetbal. Want in die tijd speelde, vanaf 1970, speelde de zaterdagkampioen en de zondagamateurkampioen tegen elkaar om het algeheel kampioenschap van Nederland. En die wedstrijden die werden in het algemeen allemaal gewonnen door de zaterdagclubs die speelden. Dus dan, ik denk dat dat ook een rol gespeeld heeft als er in 1995... Dat het gelijk werd. Gelijk werd. Ja. Je had toen in het zaterdagvoetbal ook een stelletje vooraanstaande mannen als Fokke Remmers en later Daan Schotting. Die echt dwars voor het zaterdagvoetbal stonden om dat te promoten, zeg maar. Ja. Dat is tegenwoordig is dat niet meer zo. Maar dat waren echt zaterdag amateur mensen. Dus toen in 1995 is toen... toen heb je in 2011 heb je de topklasse gekregen. 2010. Die we toen misten. Nou ja. Het was voor het eerst dat Kweek Boys niet meer op het hoogste niveau speelde. Dat Kweek Boys niet meer op het allerhoogste niveau van het voetbal speelde. En dat heb 5-6 jaar geduurd, denk ik. Ja, tot, ja 2016. Is toen het divisievoetbal gekomen. Ja, 2017 volgens mij. Want wij werden toen kampioen. Ja. Maar ja, toen gingen we naar de derde divisie. Er kwam weer een nieuwe laag natuurlijk bij. Ja. Terwijl de tweede divisie werd gesticht. Ja. Want toen wij kampioen werden in 2015, 2016. Toen werd precies in dat seizoen werd de tweede divisie. Dus wij zaten precies erachteraan. We kwamen nog steeds zaten we een laag erop. Met als gevolg dat we pas... 2 jaar terug natuurlijk, pas naar de tweede divisie. Gepromoveerd zijn weer op het hoogste niveau. Maar tot dan 2010 hebben we dus altijd op het hoogste niveau gespeeld. Ja, ja. Tot natuurlijk de boot werd gemist. Ja. En sinds een aantal jaren is er natuurlijk nog een verandering in het amateurvoetbal. Want nou ja, eigenlijk met de opkomst in 2010 al van de voetbalpyramide was het de bedoeling dat er promotie-degradatie zou kunnen zijn tussen eerste divisie en topklasse toen de tijd. Ja. En nu eerste divisie, tweede divisie. Maar dat is nooit echt... Dat is 1 keer gebeurd. Top, weet het, OS. Top OS, die degradeerde. Die degradeerde en die ging het jaar daarna promoveerden ze weer vanuit de topklasse vandaan. Ja. Dat kon toen ook in het... En Achilles is toen ook uit die topklasse vandaan. Maar die is geloof ik vrijwillig gegaan, of zijn die echt die is vrijwillig gegaan. Geen vrijwilliger. Ja. Want Katwijk kon toen ook, die hebben het toen niet gedaan. Die wilden niet. Nee. Nou, maar, Achilles was ook geen enorm succes uiteindelijk. Het is op zich geen succes geworden van Achilles, want de hele club is naar de Blikjan gegaan natuurlijk. Ja. Dus, Hoe kan dat dat zo... werd daar vroeger ook wel eens over gesproken, dat de promotie-degradatie tussen amateurs en betaald voetbal moest zijn? Of nooit? Nee. Is dat nooit een issue geweest? Nee, is nooit een verhaal geweest. Nee. Tot 2010 toen dat dus was gewoon... Een apart gewoon verhaal. En tot 1970 had je alleen kampioen van zaterdagvoetbal en kampioen van het zondagamateurvoetbal. En toen daarna, vanaf 1970... of 1969 zo'n beetje, zijn ze begonnen met het algeheel amateurkampioenschap. Ja. Dat er 2 kampioenen. Want je had toen natuurlijk die prachtige landskampioenscompetities. Dat waren toch wel de krenten uit de pap. Ja, want hoe zag dat eruit? Dat speelde je. Ik bedoel, Kweek Boys hebben ze natuurlijk zelf ook meegemaakt met Dovo en Excelsior Maassluis. En Huizen, Harkema Savoys.
Zoiets. En dan strijden om het landskampioenschap. En dan strijden om het landskampioenschap. Ja. Nou, en nog in 1962, dat belangrijke jaar dat we landskampioen werden in Spakenburg. Samen met Sportclub Geenemuiden en Spakenburg toen. Nou, dat waren schitterende wedstrijden waar duizenden mensen dan naartoe keken. En als Kweekboys geen kampioen was, had je natuurlijk hier in de buurt Noordwijk. Heb natuurlijk ook verschillende keren dat kampioenschap met die kampioenscompetities gedaan en zo. Ja. Dus dat waren super wedstrijden. Dat was mooi. Ja. 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 Tegenwoordig is zo'n kampioenschap maar schraal in een topklasse natuurlijk. Of in een tweede divisie. En waarom is dat maar schraal? Je wordt kampioen, klaar. Maar die kampioenswedstrijden, dat waren natuurlijk altijd nog waar zoveel mensen op afkwamen. Toen kon je nog kampioen van de kampioenen worden, Natuurlijk, landskampioenschap. Ja. Hoe zie jij die ontwikkeling dan sinds 2010, toen met die voetbalpyramide, hoe bekijk jij dat? Nou ja, met afgrijzen. Dat met de belofte teams. Sinds 2017 ook belofte teams. Als de belofte teams allemaal... dat is natuurlijk voor het amateurvoetbal is dat een afgang. En ik vind het jammer dat de clubs, die hebben toen een hele grote broek aangetrokken om er tegenin te gaan. Maar die hebben later toch weer toegegeven aan de KNVB. Maar die hadden toen echt op het standpunt moeten blijven staan dat ze geen belofteteams in hun afdeling wilden hebben. Want nou ben je het enige land ter wereld waar je twee competities hebt in één competitie. Dat zit door elkaar. Want de vrijheden zitten door elkaar. Ja. Want als je nu de promotieregeling ziet die er tussen zit, tussen het belofte teams en tussen de gewone teams. Nou, dat is clubs uit de derde divisie, die kunnen gewoon de dupe worden dat ze niet kunnen promoveren. Terwijl dan betaalt voetbal nu ineens onder andere Feyenoord, die in de tijd niet in die keukenkampioencompetitie vrijwillig... Jong Feyenoord doet dat niet. Nee. Wat Jong Ajax ging, Jong PSV ging, Jong Utrecht ging. Jong AZ. Maar Feyenoord, Jong AZ. Maar Feyenoord die deed dat niet. Ja, en daar hebben ze nu zoveel verschrikkelijk spijt van. Dat was in de tijd meneer Gudde die dat tegengehouden heeft, heb ik begrepen. En nu willen ze via de onder 21 competitie... kunnen ze gaan promoveren naar de keukenkampioencompetitie. Dus dat... En via de amateurs dan ook? Via de amateurs. Ja, ja. Kijk, als ze nou die amateurs overslaan en gewoon van die onder 21 gelijk naar de keukenkampioencompetitie gaan, dan zeg je oké, het is het betaald voetbal en daarvoor, dat hoort zo. Maar nu moeten ze, als ze kampioen worden, en dan moeten ze, dat is nog een heel reglement, met promotie-degradatie-regeling. Kun je daar iets van laten zien of iets van vertellen? Want je hebt volgens mij iets meegenomen. Nou, ik heb door meegenomen. Hoe dat een beetje werkt. Om bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen. Bij ons in de afdeling zitten nu Jong Volendam en Jong Sparta. Ja. Als die in de top 9 eindigen, in plaats 1 tot en met 9, dan kan er geen promotie plaatsvinden uit de jeugdcompetitie onder de 21. Dus ook al wordt Jong Feyenoord dan kampioen in die competitie, kunnen ze niet promoveren. Niet door de resultaten niet van de andere clubs, doordat van Jong Sparta. Jong Volendam en Jong Sparta van 1 tot en met 9 eindigen. Komen Jong Volendam en Jong Sparta op plaats 10 tot en met nemen 16. En Jong Feyenoord, dat kan ook Jong Den Haag zijn of wat dan maar, laat ik Jong Feyenoord nemen, is kampioen. Dan krijgen ze een promotie-degradatie-duels met elkaar. Dan moeten ze onderling gaan spelen. Moeten ze onderling voor promotie. Om wie er in de tweede divisie terechtkomt. Ja. Gaan Jong Volendam en Jong Sparta, die eindigen bij ons in de afdeling op plaats 17 of 18. Eén van de twee. Eén van de twee, de onderste twee ploegen. Dan gaat de kampioen van de onder 21 direct promoveren. Maar ook als die tweede worden, toch? Hè? Als Jong Feyenoord tweede wordt... Ja. En Jong Volendam wordt 17 of 18, hè? Nee, de kampioen gaat. Alleen de kampioen? Alleen de kampioen. Okay. Okay. En dan hebben ze die onder 21 is ook nog eens gesplitst in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks. Uh-huh. Er kunnen twee verschillende kampioenen ontstaan. Stel dat Jong Den Haag wordt en Jong Feyenoord. Ja. Die moeten dan eerst
gaan spelen met elkaar. Wie zich al geheel kampioen van die onder 21 mag maar noemen. En dan gaan ze dus... En die kan dan mogelijk promoveren, weer afhankelijk van de resultaten daarboven. Ja, dus dan komen ze bij ons. Dus ja, het is een regeling. Een totaal onbegrijpelijk systeem eigenlijk. Wil ik je maar niet vermoeien met hoe dat gaat als Jong Volendam en Jong Sparta kampioen worden bij ons in de afdeling. Of geen kampioen Want dan worden. Want dat is helemaal niet meer te begrijpen. Naar de keukenkampioencompetitie. Want de meeste clubs die snappen er zelf niet. Dus, maar ja, bij Feyenoord ben ze toch wel beledigd dat ze niet direct een promoverende kampioen worden. Want Feyenoord heeft natuurlijk heel veel spelers uit het jonge spelers uit het buitenland gehaald ook. Ja. Om die onder 21 te versterken om kampioen te worden. Ja. Dat is niet te zeggen dat ze kampioen worden, want Jong NAC zit er ook in. Dat gaat de afgelopen jaren niet geweldig met Jong Feyenoord. Nee. Dus, maar ja, stel dat Jong Feyenoord kampioen wordt en ze komen bij ons in de afdeling in de tweede divisie. Nou ja, dan kan je wel op je klompen aanvallen hoe sterk ze zijn. Nou, dat jaar daar... Heb je geen kans als amateurvereniging. Dus ja, of dit nog een foefje is van Gudde, wat hij goed wil maken, wat hij toen fout gemaakt heeft. Dat hij niet wilde promoveren, dat laten we even in het midden. Maar hij is nu natuurlijk nog directeur bij de KNVB, hij heeft nu nog invloed. Dus ja. Misschien wie weet heeft dat er iets wat mee te maken. Wat dat er eventueel achter zit. Maar ja, je had ook je plakboek meegenomen van 2017. Ja. Ja. En daar kwam ik net al wat artikelen tegen over deze promotie. Ja. Of de komst van de belofteteams, zeg maar, hoe dat allemaal zou gaan. Ja. Clubs derde divisie, 1 jaar met 5 belofteteams. Quickboys staak verzet nog niet. Quickboys woest over 5 belofteteams. Ja. Ja, in 2017 was het namelijk zelfs zo dat de indeling was dat Quickboys met 5 belofteteams in de derde divisie was. Toen in de derde divisie. Ja. Nou ja, ik bedoel, het toenmalig bestuur heeft zich hevig tegen verzet, dat moet ik eerlijk toegeven. Maar nou ja, uiteindelijk is er nog een ruil geweest dat er een zondagclub naar het wilde ruilen met Jong Vitesse. Maar er bleven er 4 over. Alsnog 4. Ja. Ja. Maar ja, ze zijn begonnen met ongeveer 15 of 16 jong belofte teams bij de amateurs. Nou ja, nu zijn het er nog 2 zijn er nog over. Want er zijn er ook verschillende die gewoon zelf afgehaakt hebben. Omdat het te duur werd in de heel optuigen van zo'n selectie. En dat nu met die jong onder 21, nou ja, is dat weer een beetje veranderd. Ja. Want lang niet alle profclubs hebben nu een jong onder 21 team zelfs. Omdat ze dat niet kunnen betalen. Dus we hopen op betere tijden. Maar wat jou betreft gewoon helemaal eruit, uit de amateurvoetbal. Als ze gewoon eruit gaan. De jong teams, belofte teams. Ik bedoel, wat ik al zei. Als ze nou zeggen, joh, je hebt de jong 21 competitie. En je hebt de keukenkampioen competitie. Het jongste of het laagste team van de belofte, die degradeert naar de onder 21 en de kampioen van de onder 21 promoveert naar de keukenkampioencompetitie, dus de eerste divisie. Ja. Nou, dan sla je de tweede divisie over. Ik bedoel, die hebben daar helemaal geen behoefte aan. En dan kunnen wij gewoon twee amateurclubs weer bij ons in de tweede divisie doen. Heb je weer normale... Het is heel simpel oplossen. Heb je weer een amateurcompetitie? Nee, ja. Weer echt... je speelt liever tegen Sparta Nijkerk of tegen DVS 33. Als dat je tegen Jong Volendam speelt of tegen Jong Sparta. Waarbij het ook altijd weer de vraag is met wat voor opstelling die natuurlijk aankomen. Terwijl het ene keer zo is en de andere keer zo. We weten zelf in de loop der jaren hoe de opstellingen van die club zijn. Ja. Want de ene week winnen ze met 6-1. En dan gaan ze onderuit omdat het eerste elftal diezelfde dag moet of zo bijvoorbeeld. Ja. Ja. En de andere keer hebben ze spelers, dan hebben ze weer een overwinning met zoveel. Het is heel erg. Ik heb het vanaf het begin een afgrijzen gevonden en ik zal er ook nooit aan veranderen. Ja, ik zal er nooit bij staan juichen dat het zo gegaan is. En hoe denk je dan over die promotiedegradatie? Want dat is in 2010 dus, was dat de bedoeling dat zou gebeuren? Nou, is niet van gekomen. Nee. KNVB zegt, dat moest, of zeiden ze volgens mij in de tijd, moest van de UEFA. Want dat is in elk land zo, dat er promotiedegradatie is, dat je divisies omlaag kan omhoog. Gaat dat er in Nederland komen? Gaat het betaald voetbal komen, denk ik? Dat blijkt achteraf niet waar te zijn, hè? Dat moet. Dat heeft meneer Van Praag, kwam daarmee op te proppen. Maar kijk,
Ik denk dat ze die promotie gewoon moeten laten staan van wie wil, nou die gaat. En wie niet wil, die gaat niet. Want ze moeten toch wel eerder zeggen van, als dat Jong Feyenoord bij ons in de tweede divisie en die wil naar die keukenkampioencompetitie, ja, dan moet hij wel promoveren naar die keukenkampioencompetitie. Ja. Maar ik heb... Maar denk je dat, zijn er amateurclubs die dat willen? Ik heb gezien het verhaal van Achilles 29 uit Groesbeek, wat het eindresultaat is. Dat er weinig amateurclubs zijn die zeggen van, nou wij hebben daar interesse in. Want van die club is niks meer over. Nee. Met de grote Boemba en al dat soort dingen. Ja, meer. Daar is het ook misgegaan. Met de familie Huppel de Pup, ik weet het niet. Derks. Hè? Familie Derks. Oh ja, familie Derks. Ja, ja, ja. Maar dat, ja. Maar ik denk niet dat het verstandig is. Ik denk dat Katwijk wat dat betreft een verstandig besluit genomen heeft in de tijd om niet naar de betaald voetbal ze te gaan. Ze hadden ook die kans om daar naartoe die te gaan. Ook dat de kans. Hebben ze niet gedaan. Daar is natuurlijk toch... heftig over gesproken om wel of niet te gaan. Ja. Dus, terwijl als je hier bij Quickboys, nou wij zitten in de lounge van het clubhuis. Als je hier naar buiten kijkt, dan zie je een prachtige tribune. Ja. Het is een geweldig grote club, met enorm veel leden. Er is een gigantische aanhang. Ja. Qua status van Quickboys past het natuurlijk prima in een betaald voetbal. Ja. Als je het zo zou bekijken. Maar... Ja. Ja, nou ja, wat bereiken we ermee? Wanneer moet je dan spelen? Op vrijdagavond? Nou ja, nu is het allemaal... Dan ben je afhankelijk van de nou commercie waarschijnlijk. Nou is het allemaal door elkaar heen, allemaal ja. Of zo. Maar zie je onze supporters op vrijdagavond? Ik bedoel, dat zijn toch geen. Wij zijn, laten ons er maar gewoon op de zaterdag. Met de amateurs bij. Gewoon op de zaterdag voetballen. Dat. Dus geen Europees in de voetbal. Dagen, geen dat, Europees voetbal opnieuw zijn. Dat hebben we vanaf 1928 gedaan. Dus voetbal op zaterdag. Voetbal op zaterdag. Maar sindsdien. Nee, laten wij dat er maar hierbij houden. Lekker op deze manier doen. Oh. Ja. Je bent nu, we zeiden in het begin van het gesprek al 60 jaar lid van de club, meer dan 60 jaar. Wat vond je nou het leukste of het mooiste wat je hier hebt gedaan in al die jaren? Vond je het allemaal mooi? Of is er iets dat je zegt van, nou, dat nou. Heb ik het meeste energie uitgehaald? Dat... Nou, nee, ik kan niet zo noemen dat ik iets zeg van, nou, dat vind ik dan specifiek, nee. 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 Het is gewoon alles wat je gedaan hebt waarschijnlijk. Ik vond een bestuursvergadering altijd, het was altijd gezellig. Het was altijd, nou ja, gezellig. Hè. Je had natuurlijk wel meningsverschillen. Ja, dat hoort er ook bij. Ja. We hebben eens één keer een bestuursvergadering gehad. Toen was de voorzitter afwezig, die was ziek. Het hadden we een vervangend voorzitter. En we waren met z'n negen. Hè. En binnen een half uur waren de twee bestuursleden weggelopen. Dan krijg je als de voorzitter niet is, dan gaat het... Toen was het wel, er ging ergens om, of wat dan ook. Nou, dus degene die achter de tafel zat, zegt... Joh, als het niet zit, dan donder je maar op. Oh, nou, dan ga ik toch weg. Die pakte zijn spullen in. Is dat nog wel opgelost in de avond? Het was natuurlijk een opwelling ergens van, of wat dan ook. Of zo. Maar, heb je zelf eigenlijk wel eens op het punt gestaan om eruit te stappen? Of, nee hoor, nee hoor. Altijd gemoedelijk gebleven? Gewoon, ja. Joh, je bent het... kijk, je neemt besluiten. En daar ben je het niet altijd mee eens. Maar de meerderheid die beslist dan op dat moment. Nou. En ik moet zeggen, in de tijd dat we in bestuur gezeten hebben, nou, dan zijn er heel weinig punten geweest dat we gezegd hebben van, nou, daar moeten we over stemmen. We hebben echt jaren gehad dat we, dan stemden we geen eens in het verhaal. Dan kwam er gewoon altijd consensus en konden door. Maar we hadden ook vooral in de beginfase een bestuur met uit alle geledingen. Ik bedoel, één uit de pupillen, één uit de jeugd, de ander weer van de clubhuis. Je zat allemaal op één lijn. Dus je had allemaal, kwam je uit een bepaalde discipline. Nou, en je had gelijk alles bij de horens. Nou, dat liep perfect. Is dat dan is dat anders gegaan, dat bestuurswerk dan tegenwoordig? In de zin van de afgelopen 15 jaar zijn er twee besturen helemaal opgestapt zelfs. Ja maar er zijn er meer opgestapt. Hè? Ja, individuele bestuursleden natuurlijk. Ik heb er wel meer meegemaakt. Nou, ook heel bestuur opgestapt of zo. Maar voor die tijd bedoel je al, ja. In het verleden ook? Ik bedoel, we hebben een keer gehad dat er een voorzitter herkozen moest worden. En die werd niet herkozen. Want een ander kreeg meer stemmen. Toen stapte ook het hele bestuur op. Oké. Okay. Maar was het inderdaad dat jij erin zat ook? Nee, of niet? Nog niet. Nee.
67, 68. Oké, daarvoor dus al. Was er nog voor. Dus dat gebeurde ook. Maar ja, tegenwoordig is het natuurlijk een bestuursfunctie heel anders dan vroeger. En ik heb een hoog, veel waardering voor de bestuursleden die momenteel de club gaande moeten houden. Is het moeilijker? Bezig. Is het moeilijker dan vroeger? Denk het wel. En waarom? Ja, er komt veel meer op je af natuurlijk in deze tijd. Hè? En ja, ze moeten overal meer verstand van hebben. En ja, vroeger ging je met de gemeente praten. En tegenwoordig moet je een halve manager of een weekhaar zijn om je eigen te verdedigen tegenover de gemeente. Complexer geworden. Veel, ja. Vroeger was er een wethouder en dan ging je praten over de huur. Nou, dan ging je met z'n twee, drie. Ik ben ook een paar keer weer verschillende keren mee geweest. Nou, maar dan ging bijvoorbeeld de penningmeester en de voorzitter en de secretaris. Die gingen dan met de wethouder praten. Rechtstreeks met de wethouder. Rechtstreeks met de wethouder. Nou, tegenwoordig kom je met ambtenaren en weet ik het allemaal tegen. Dus, want we hadden nog wel eens, er is ook een verhaal dat onze penningmeester Arno Bouw, die ging dan praten, maar die ging dingen zeggen dat hij moest. Die kreeg onder de tafel een schop tegen zijn schenen aan van Huig Ouwehand, dat hij zijn mond moest houden. Met die bespreking bijvoorbeeld. Dat hij even zou eens kijken wat hij zei. Wat hij zei. Dus ja, dat gebeurde toen. Maar ja, tegenwoordig moeten ze zoveel regels en zoveel dingen met zich mee. Dat is toch echt, ik vind het echt wel pittig tegenwoordig. Hoor. Okay. En als je dat dan hoort, ook op een vergadering, wat ze allemaal doen en moeten doen, en weet ik het allemaal, ja, dat is toch. Het was allemaal een stuk simpeler vroeger. Toen, was veel simpeler. Ja. Want je sprak veel meer rechts met de directeur van de openbare werken of wat dan ook. Dat ging allemaal. Helemaal lager gecreëerd. Niet dat we altijd ons zin kregen natuurlijk. Nee. Ja, want we zijn ook bezig geweest voor een grote oefenhal hier in het gebeuren. Nou ja, dat is toen ook niet doorgegaan. En de eerste aanvragen voor een lichtinstallatie op het hoofdveld, dat ging toen ook niet door. Nou ja, daar zijn we wel mee door blijven gaan in de tijd toen. Totdat hij in 1990 kwam. Maar dat ging toen ook weer in samenspraak met het jeugdhonk wat toen ook gerealiseerd werd en zo. Dus, maar dat ging toen best wel. Soepeltjes ja. Ja. En nu moet je alle lagen heen boksen om. Dus je bent eigenlijk op tijd weer gestopt wat dat betreft, toch? Ja, nou, het is al een tijdje dat ik gestopt ben. Ja, het is al een tijdje terug natuurlijk. Het is een tijdje terug. Het is al een hele tijd terug. Maar ook in jouw tijd werd het al wat complexer dan waarschijnlijk, toch? Hoe dat, jawel, tuurlijk. Ja. 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 Jaap, ik vond het een heel mooi gesprek. Ja? Ja, ik wil jou bedanken voor je tijd. Fantastische verhalen van jou gehoord, denk ik. Ik hoop dat luisteraars en de kijkers ook genoten hebben. Ik hoop dat het een beetje... Van alles wat je kon vertellen. Dat het een beetje overkomt. Dus, ik denk het zeker. Ja? Ja, je plakt toch wel hoor, op beeld. Dat gaat toch wel. Ja, dat gaat toch wel goed. Je maakt je een beetje zorgen van tevoren, maar ik denk zeker dat het goed is gegaan. Oké. Jaap, heel veel dank. Ik heb mijn vuurdoop gehad toen bij de vlog ben ik ook vroeger. In het verleden ook. En je hebt natuurlijk bij Radio 1 gezeten vorig Radio jaar 1 gezeten, met de jubileumtijd. Dus, veel dank voor je tijd. Jullie bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer weer.